In deze video neem ik je mee in mijn eerste maand als student illustratie op de HKU. Mijn eerste lesdag was op dinsdag 6 september 2022 en ik had de vakken onderzoeken van Tony en hardop tekenen van Bart. Ook wel 2,5 uur uitleg over maakprocessen en 80.000 verschillende manieren een huis, boom, wolk en horizon tekenen. Als je denkt dat iemand een foto maakt. Filmpje. Nee, serieus, blijf staan. Het ergste wat er kan gebeuren is dat ze beide kan. Ja. Nee, dat is leuk. Ja? Ja, stop maar. Nee. Oh, kan je weer zo in niks kijken zo? En dan moet je vertellen over de situatie. Dat is echt mooi. Jij had bij de film. Nee, je moet hem wel onder dus dan zo eroverheen. Ja. Ik heb die neus trouwens. Na 2 uur overbruggen met die twee gekken was het tijd. Sorry, wat een nieuw. Was het tijd om naar het september etentje te gaan van mijn studentenvereniging via Kunst. Oh. Ja? Hey. Het is een nieuwe dag. Weer bootcamp. Ik weet echt niet wat ik moet verwachten. Trouwens, de busrit vind ik tot nu toe gewoon goed bevallen. Ik kom heel goed uit mijn woorden in de ochtend. Het is nu trouwens woensdag 7 september, 7 uur 37. En ik neem de bus van 43. Ik ben op tijd. Deze ochtend had ik les aan de letterpress. Je mocht alleen 2 van je initialen gebruiken en zo maakte ik een serie van de letters M en B. Door bijvoorbeeld te stempelen of schablonen te maken. Ik zie je niet. Oh, daar. Nice. Met zowat heel illustratie, wat dit jaar volgens mij 40 mensen waren, poseerden we buiten in het parkje. Echt super lekker gewoon om een heel uur buiten te zijn. Echt het toppunt van de dag. Nee, er is ook leuker. Ja, oké, precies. Smiddags hadden we het vak reportage tekenen van Eva. Door de warmte in het lokaal was het wel echt gewoon heel fijn dat we naar buiten toe mochten. Donderdag begonnen we met sequentie van Stefan. Waarna we op een soort mini-excursie gingen met de klas. We bezochten als eerst het huis van betekenis. Dat is opgezet door een van mijn docenten, Albert. In Kapitaal zagen we hoe daar gezeefdrukt werd. Hoe cool. En ook super gave mural van Barbie. En een hond en planten. Het coole shirts met gave designs. En we sloten de middag af met een rondleiding door de Domkerk. Bureau gemaakt en zo, een beetje dat soort dingetjes. En voor de leuk ben ik nog de stad ingegaan met wat mensen. Geen meisje meer over. Oh, maar dat is wel echt, als ik nu jouw thumbnail zie, als je zo'n vibe creëert en daar dan een soort sequence van maakt. Dat is heel schattig. Het is mooi dat geen voetstuk om te horen, ik ben benieuwd. Wat er net is gebeurd, was dat, ik was ineens uit de Zoom. Dus ik dacht van, oh nee, ik moet er snel in. Maar hij werd niet geaccepteerd, dus ik weet niet wat er gebeurde. Maar ineens zag ik dus dat mijn beeldscherm wel aan stond. Toen dacht ik, oh nee, hoe heeft hij er al van gehoord wat ik zei? Dus toen zat ik met mijn docent alleen in de Zoom. Dus ik ga het nu even uploaden in Project Campus. En dan ben ik klaar en dan heb ik weekend. Ik heb teen eruit gehaald, want ja, weet niet waarom, vond ik leuk. Ik moet nog even mijn inspiration file ook uploaden. Wat wil ik maken, dat heb ik wel helemaal gedaan. Wow, ideeën. Wow, allemaal ideeën. Ik kijk om mij, ik zie dezelfde straat. Maar voor ik een uur ben, heel licht open. Kom als ik kom. Ik ben er niet.
Ik heb een doos. Dit is best wel een leuke thumbnail, denk ik. De Creative Cloud van Adobe heb ik gedownload. En oh my god, dit heb ik al toch een beeld. Na een heerlijk en lang weekend begon de lesweek weer. Met eerst Tony en na de pauze huisbonwolk tekenen. Ja, lekker bezig zijn. Onderweg naar het 2e september etentje was ik ervan overtuigd dat ik een fiets in Utrecht wilde. Ik heb nog steeds geen fiets. Ja? Knippen en plakken en scheuren met Albert. Woehoe. Bij welke vinden jullie nou dat hij het meest overtuigend aan het wandelen is? Deze. Wat doe jij nou? Oh, Toen alsof je een spionier kracht was. Ja. En het mooie aan de mensen op deze opleiding vind ik toch echt wel dat ik eindelijk niet de enige ben die stiekem anderen tekent. Het is niet alleen getolereerd, maar het is ook geaccepteerd en aangemoedigd. Dus ja, filmen doe ik nog steeds al volgens mij als een van de weinigen. Ik ben helemaal uitgenodigd. Je wat? Moet je het zien? Ja, maar goed. Oh, okay. Ja, maar hij filmt al. Oké, okay, Mats, kan je een flip doen? Kan je helpen? Oh, kut. Ja, tuurlijk. Wat doe je? Om het leven te vieren bakten we bij Teerza thuis pannenkoeken. En offerde Liam een pannenkoek op aan de illustratiegoden. Mats redde even de wereld. Ja, het is gelukt. Die om uit te kunnen. En zo was het tijd om heel hard te genieten van dit goddelijke diner. Ik heb een hoopje pannenkoek. Oh ja, mijn camera werd natuurlijk eventjes overgenomen. Smash. Winnaar. Hij snapt. Film hem, smash. Nee, hij is niet. Die vorige. Ga je niet veel moeten kiezen? Monica gaat het echt. Ja, hij gaat het niet. Ja, wat? Je had eigenlijk AVM moeten kiezen. Ja, waarom doe je dat? Maar jongens, hierbij geeft wel toestemming dat dit gebruikt wordt voor YouTube, toch? Ja. Dat is iedereen die dit gaat kijken. Dat is aanval van ons. Dat vind ik niet. Ik heb ook wel. Kan je inzoomen? Ik heb portretrecht. Ik wil 50% van de inkomsten van deze video. Maar heeft Liam wel de goede richting gekozen? Oh, we hebben meteen de goede. Nee, Liam moet echt optief uit de illustration. Oh, je gaat. Nee, dan ga je heel hard mijn kut lachen. Dan keek de YouTuber herself. Doei! Leuk aandenken. Zal ik hem gewoon meenemen? Ja, maar die was van Teerza zelf. Oh. De hele tijd. Zal leuk. Waar zit je in de Monica? Zou er nog wat zijn, hè? Weinige keren dat ik naar college ben geweest. Ja, ik vind het wel spijtig om te zeggen. Zullen we nog eens? We zijn bijeen gekomen omdat we 2 uur moeten wachten voor de les. 3 uur. Vloggerstijl. Oh, 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 oh. Wat schattig. Het regent. Hoe laat is het? Het is... Mooie zoom. Ga je dit nou uiteindelijk allemaal gebruiken voor je? Na een uurtje Utrecht ging ik naar huis om mijn skillslab te volgen. Ik had gekozen voor title sequence en ik ben aan de slag gegaan met het maken van een intro filmpje voor mijn YouTube video's. We hebben weer title sequence les. En ik heb 20 liedjes uitgepost. En ik moet er nu 3 uitkiezen die ik misschien in mijn title sequence wil hebben. Will hebben. We'll talk later. Wat
het gewoon echt niet. Wij hebben net kommen gehaald voor de noedels. Ik eet geen noedels, maar Noor wel. Ik eet wel noedels. Dus voor 1 euro 2 kommen. Nou, goede deal. Het zakje zit vast. Noten, ook nog eens gezond. Ga jij nu nuts? Ga jij nu nuts? Ik ga nu, nee, dus... Denk je dat je dan... Nu heb ik niks gehoord. Oh, kut. Jullie gekakel. Ik heb fuck. Ik geef het als zelfs 2 fucks nodig. Van de stilte in het lokaal ga ik helemaal fluisteren, joh. Maar ja, dit was reportage tekenen. Waarbij we in verschillende dieptelagen gingen vastleggen wat we zagen. Ik kom ook een beetje freak vonk zo. Spannend allemaal. Ja, ik bleef na de lessen nog wat langer op school. Om huiswerk te maken voor mijn vak Algemeen Beeldende Ontwikkeling, ABO. Nee, ik durf het echt niet. Doei. Kijk, dit is mijn kunstwerk tot nu toe. In de bus kwam ik op een geweldig idee voor Tonny's vak. Ik was helemaal enthousiast. Je kan best wel wat je wil. Ik kan met twee dingen. Nu sta. Oh nee. Hi girlies. Hoi. Maar moet hier nou ook nog stukken lopen? Oh, kan je nog zijn? Ja, het is heel dichtbij. Dat wil ik wel goed hebben. Nee, maar omdat je zo... Hi! Welkom bij een nieuwe vlog van Monica. Dit is niet een nieuwe vlog. Ja, het vlog, hè? Ja. Oh. Kom erbij. Oké, okay, nou, we hebben net heel lekker gegeten. En er komt nu de intro in beeld. En het duurde net. Hey! En het duurde... Wow. En het duurde allemaal net wat langer dan verwacht. Maar we hebben wel lekker gegeten. En we gaan nu naar de illustratie-event. Met allemaal... Gaan mensen ook spreken? Naar binnen mogen. Ja, nee, dat lukt wel. We hebben betaald. 7,50. Hier. Niet hier. Dus hier. Dus wel hier. Het is verwarrend. Maar er is wel een mooie deur. Wat is dat voor... Van Mats is wel beter. Oh nee, we cancelen Mats. Koffie! We zitten in de achtbaan! Wat echt leuk! Hema stiften. Houtskool. Allemaal houtskooltjes. Broek. Het was wel leuk zijn voor een feestje. Ik wil weer gaan haken. Vulpotlood. Ik heb ooit een vulpotlood van 10 euro gekocht. En op een gegeven moment was die ineens weg. Echt heel raar. Ja, het is een heel simpele trui. Maar ik dacht, ja... Ik had mijn haar in een knot en ik deed het net uit en hey, volume, oh my god. Vandaag ga ik eindelijk dingen doen die ik al heel lang heb uitgesteld.
mijn fetus verven. Stop motion video maken van deze bolle wol. 3 bronnen zoeken voor een onderzoekvak. Ik heb een soort van quesadilla gemaakt. Fucking lekker. Renaissance outfit en dan je enkel laten zien. Ja, dat... je had hem! Ik had hem! Lach maar als jij doodgaat. Hey, maar misschien heb je geluk gehad dat misschien onder, zijn er andere mensen voor jou. Ja, en nu erop. Ja, maar mijn vingers die zijn. Ja! Ik ben aan het tekenen om geld te verdienen. En hoeveel vraag je voor dit meesterwerk? 20 cent. 20 cent, jongens. Zit heel dicht op jou. Dan sla je deze. Zo van ze. En dan pas het voor je hoofd, jongens. Verkocht. Allebei. Ja. En 10 cent voor je. Nou. Oh, die was echt te hard. Dank je. Oh, dit is echt... Ik verdien iets van 10 cent. Ga je vloggen? Boom. Is het een probleem? Deze is door Rijn. Ja? Heb jij die gemaakt? Die is van hem. En als ik helemaal ga tekenen, dan weten we dat we ze aan één stuk verkopen. Deze ook. De huur is 50. Die is eigenlijk wel vet. Voor illustratie, voor een les moeten we... van binnen naar buiten, van buiten naar binnen tekenen. Of een van die twee. En iets van menselijke sporen laten zien. Dus ik dacht, middelbare school, perfect. Vandaag heb ik trouwens echt een productieve dag gehad. Ik heb een stopmotion gemaakt. Ik heb ingeschreven voor de Antwerpenreis met illustratie. Ik heb 200 filmpjes verwijderd van mijn telefoon. Maar toch vind ik het toch een beetje eng. Je mag er niet op. Deze kaarsje krijgt alle shine. Ga je het ook inzoomen? Ja, zeker. Ik ben al bezig. Dit was dan eigenlijk gewoon... ja, mijn eerste maand op de HKU. Woehoe. Heel leuk dat je hebt gekeken. En dan hoop ik je snel weer te zien. Doei doei.